Hallo en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Meester Leroy. En vandaag is het tijd voor een nieuw letterliedje. En ik hoop dat jullie net zulke grote oren hebben, zoals ik, om heel goed mee te kunnen horen. Want de letter van vandaag gaat over de letter H. Nou, en de letter H hebben we een superleuk dier voor. En dan denk je, meester, het lijkt wel heel veel op een konijn. Maar het is geen konijn. Het is namelijk een haas. En om het gebaar van de letter H te doen. En hele sommige kinderen waren er zo snel bij als een haas. Daar heb je namelijk twee handen voor nodig. Pak beide handen erbij. En dan leg je je één hand over je andere hand. En leg je hem bij je buik. Waarom nou bij je buik? Dat komt omdat we zo meteen eerst even gaan uitademen. Als wij onze handen naar beneden drukken. Dus dan krijg je... Heel goed. Zullen we het samen doen? Alleen maar uitademen. Nog één keer. 3, 2, 1. Als je goed luistert naar je eigen uitademing, dan hoor je al de letter H. Dat is het enige wat wij hoeven te doen. Als we hem naar beneden drukken, dan zeggen wij H. Nog één keer. H. Heel goed. Super knap. En ik vertelde al, hazen zijn super snel. Dus wij gaan hem ook zo meteen even heel snel zoals H doen. Waarvoor? In 1, 2, 3. Huh. Supergoed. Zo snel als een haas. Nu is het enige wat we nog hoeven te doen, is het letterliedje. Laten we beginnen. In 1, 2, 3, 4. Huh is de haas. Jeetje, wat een haast. Al dat geren, al dat geraas. Je lijkt wel zot, dol in je bol. Nee, zegt de haas, ik zoek mijn hazenhol. Gaan we nog één keer doen, let op. 1, 2, 3, 4. Huh is de haas, jeetje wat een haast. Al dat geren, al dat geraas. Je lijkt wel zot, dol in je bol. Nee, zegt de haas, ik zoek mijn hazenhol. Heel goed. Wat super knap van jullie dat jullie nu gewoon alweer mee konden zingen. Maar voordat deze video voorbij is, wil ik jullie toch nog even vertellen. Vind je dit nou super leuk om met de letter H aan de slag te gaan? Achter mij zie je deze les van Ginsy. Die staat ook beneden in de omschrijving. Klik erop, want dan kun jij ook thuis of in de klas verder leren over de letter H. Ben je daar zelfs klaar mee? Dan heb ik hier twee video's met andere letterliedjes. Waar je op kan klikken om nog meer te zingen en tegelijkertijd te leren. Ik zou het doen. En wil je mij nou helpen? Abonneer dan even. Want dan kan ik meer eigen wijsheid in ons onderwijs in Nederland krijgen. En dan zeg ik... Tot de volgende keer!